ondergronds kernafval opslaan, kan het beste in diepe klei of zout lagen. Bij Weijen hebben ze kleigrond. Voor Greenpeace reden om het volk te waarschuwen. Nou, voor de gelegenheid heb ik dit bord maar even van die paal bij de invalsweg bevrijd. Om de mensen in Weijen met dit bord deze kleuren te confronteren. Nou, dat is goed. Dat is heel goed. Hoe meer commentaar erop gegeven wordt, hoe beter af het is. Uiteraard is er afval, maar dit is afval te veel. Zonder meer, dit moet er niet zijn. De gemeente vindt de actie van Greenpeace vervelend, verwarrend en bovendien voorbarig. Want ik vind dat er onrust gewekt wordt die er op dit moment niet hoeft te zijn. Waarom onterecht? Er is op dit moment, en dat duurt nog zeker een aantal jaren voordat er duidelijkheid over komt. Überhaupt of er een tweede kerncentrale komt, dat is nog de vraag. Daar zet het kabinet wel op in, maar ook dat moet nog een heel traject gaan. En als wij is op dit moment helemaal niet in beeld als mogelijke opslagplaats. Het is te hopen dat ze zo serieus kijken dat ze zeggen van het is niet nodig. Holst, Weijen, het gebied is veel te mooi om dit te doen. Gewoon niet doen.